Ga je dit seizoen al de kans geven aan jeugdspelers of pas volgend seizoen? Deze spits wil ik best vernoemen als eerste naar een van jullie kijkers. Dus laat jullie naam weer achter. Wie weet word je de toekomstige spits van dit Ajax. What up mensen, tot dat jullie allemaal kijken naar een gloednieuwe video van de FC 25 Ajax Career Mode. We gaan door, we gaan verder en het is Deadline Day. We gaan deze 10 minuutjes simuleren, kijken of we nog biedingen krijgen. We zijn niet per se nog van plan spelers te kopen. Maar goed, je weet nooit of er nog gekke aanbiedingen komen. We zullen het allemaal wel zien. We gaan natuurlijk nog wedstrijden spelen. Dan gaan we zo op de kalender kijken welke dat zijn. En de pers gaat terugkeren in deze aflevering. Nou, allemaal leuk en aardig. Mochten jullie er zin in hebben, klik dan vast op dat duimpje omhoog. En dan gaan we nou gewoon verder. Nou, we zien leenaanbiedingen binnenkomen nu op Deadline Day voor Julian Rijkhoff. Ik sta ervoor open, alleen ik wil die koopopties eruit hebben. Dus dit veranderen we. Beide naar gewone, gewone leenaanbiedingen voor 1 jaar. Helemaal prima zou het zijn. Hebben we weer 2 aanbiedingen binnen. PSV wil Branken van de Boom hebben. Gaan we natuurlijk afwijzen. En ook Hato heeft een aanbieding. 15 miljoen is PSG de bieder. En dat gaan we ook afwijzen. Hato wil ik nog niet wegdoen. Aanbiedingen blijven binnenstromen. Ook weer Kaplan. We hebben Barcelona al een keer eerder afgewezen. Nou is Dortmund de bieder. Wijzen we ook af. En dan nu de leenaanbiedingen voor Rijkhoff. Die zijn beide veranderd van leen plus koopoptie naar gewoon leen. En dat gaan we beide accepteren. We zien wel waar die terecht komt. Met nog 2 uur te gaan op Deadline Day is nu Rijkhoff verhuurd aan Hull City. Prima stapje voor hem. Hij verdient meer speeltijd. Krijgt hij bij mij niet veel met Weghorst en Brobbey voor hem. Dus hopelijk kan hij zich daar ontwikkelen. Deadline Day is verstreken. We hebben niemand gekocht. We hebben wel dus Rijkhoff verhuurd. Verder ook niemand verkocht. En met het vertrek van Rijkhoff is de plek als derde spits vrijgekomen. En we hebben een spitsje in de jeugd. 17-jarige Lucas Deems. Maar ik heb weer een mod waardoor ik de namen van jeugdspelers, wanneer ik ze promoveer, kan veranderen. En dat wil ik gaan doen naar kijkers en naar echte jeugdspelers. Deze spits wil ik best vernoemen als eerste naar een van jullie kijkers. Dus laat jullie naam weer achter. Wie weet word je de toekomstige spits van dit Ajax. De algemeen is op het moment niet hoog, 54. Maar ja, als derde spits, 17 jaar. We gaan gewoon minuten geven, we gaan kansjes geven, ook in de beker. Dus we gaan dit gewoon proberen. Je mag ook namen achterlaten voor eventuele toekomstige posities. Maar voor nu zoek ik iemand die in de spits wil. Laat jullie namen achter en wie weet, in de toekomst kom je bij Ajax. Nou, dan is het nu wedstrijddag voor de klassieker. Wij staan 4e, Feyenoord 5e. Dit kan een hele leuke pot gaan worden. We zien wel dat we een paar spelers hebben met een beetje vermoeidheid. Zoals hier Berghuis. Er is ook een interlandperiode geweest. Dus dat speelt ook een rol. En Hato is wat vermoeid. Baas komt op zijn plekje. Verder ga ik eigenlijk vrij weinig veranderen aan de opstelling. En staat het team klaar om naar de aftrap te gaan. Maar voordat we daar naartoe gaan is het nu tijd voor de eerste terugkeer van de pers. Wat zijn de plannen met Julian Rijkhoff? Julian Rijkhoff, die hebben we besloten te verhuren op het laatste moment van deze transfermarkt. Hij verdient meer speeltijd, hij wil meer speeltijd. En dat konden we hem hier niet bieden op het moment met Weghorst en Brobbey voor hem. Dus we hebben hem verhuurd. Hopelijk kan hij zich goed ontwikkelen en keert hij eind van het seizoen terug en is hij volgend seizoen waardig voor meer speeltijd. Mits er misschien ook iemand vertrekt. Dat is allemaal afwachten. Maar we wensen hem het allerbeste en we hopen dat hij in betere vorm terugkeert. Wat denk je dat Kamaldeen Sulemana kan toevoegen aan dit Ajax, wetende dat hij zich de afgelopen 2 jaar nauwelijks heeft kunnen ontwikkelen? Ik weet niet of ik het met je eens ben over nauwelijks ontwikkelen. Hij heeft misschien niet altijd basis gespeeld en ook niet altijd evenveel speeltijd gehad in het buitenland. Maar een speler traint daar natuurlijk wel gewoon altijd mee. Wat hij aan toe kan voegen aan Ajax is natuurlijk gewoon zijn ervaring in het buitenland. Hij is wat fysiekere competities gewend. Hij is gewend wat te spelen op hoger niveau als de Eredivisie daar in de Premier League. En met zijn snelheid op de vleugels biedt hij ons in ieder geval al enorm veel diepgang. En hebben we een behoorlijk gevaarlijk wapen op de counter, kunnen we wel zeggen. Hopelijk gebruikt hij zijn snelheid ook op een goede manier en gaat hij zichzelf op een positieve manier laten zien bij onze Ajax. Ga je dit seizoen al de kans geven aan jeugdspelers of pas volgend seizoen? Dat is een redelijk makkelijke vraag. Wij hier bij Ajax, we willen natuurlijk altijd jeugd ontwikkelen. Ieder seizoen, dat is dit seizoen niet anders. Dus natuurlijk gaan we jeugd de kans geven. Het is nog even kijken wanneer we wie kunnen toepassen in de selectie. Maar ja, ga er maar vanuit dat je ook dit seizoen talent uit de jeugd bij het eerste van Ajax gaat zien. Sulemana is goed begonnen, 2 wedstrijden en 2 doelpunten. Kunnen we hem in de basis verwachten in Europese wedstrijden? We kunnen zeker niet klagen over de start van Sulemana. Het zijn prima cijfertjes om mee te beginnen. Maar het is nog te vroeg om hem al een basisplek te beloven voor welke wedstrijd dan ook. Als hij stappen blijft zetten en als hij zijn doelpunten mee blijft pakken, ja, dan kunnen we er natuurlijk niet omheen. Maar voor nu roleren we gewoon nog tussen Godts en Sulemana daar op die linkerflank. Het zijn beide prima opties, vind ik zelf. En ja, ze mogen mooi gaan concurreren voor de basisplek iedere wedstrijd. Wat zijn de plannen voor de winterstop? Nou, plannen voor de winterstop die zijn er nog niet echt concreet. We bekijken nu van dag tot dag, van week tot week eigenlijk hoe het team ontwikkelt. Selectie is redelijk, redelijk nieuw eigenlijk, redelijk onervaren. Zijn jonge krachten, zijn ervaren krachten. Het moet allemaal nog een beetje fijn gekneden, fijn gesmeden worden eigenlijk. En ja, het is maar net hoe we er in de winterstop voor staan. Wat we allemaal gaan doen. Wat er eventueel nog weggaat. Daar kunnen we nu nog vrij weinig over zeggen. Dus daar zou je later op terug moeten komen. Daar heb ik nu geen concreet antwoord op. Goed, dat was het voor nu. Tot de volgende. Nou, here we go. Wij spelen thuis in de arena. Feyenoord heeft afgetrapt. Dus zien we hier als winnaar het veld gaat verlaten. Feyenoord als eerste wel in de aanval. Zitten we niet goed genoeg tussen. Ze houden de bal. Schot. Pasveer moet al in actie komen. Traoré weer naar Tete. Die overlapt veel. Ik zie er ook Godts. Misschien helemaal aan de buitenkant. Dat wordt hem niet. Dan proberen we Brobbey te bereiken. Lukt ook niet. We behouden wel bal. Haal maar uit. Henderson gaat naast. Feyenoord over de vleugel. Oh, TT zal een beetje mis. Kan hij meer veroveren? Nee, dan wordt er afgespeeld. Schot. En die vliegt erin. Werd dat nou van richting veranderd of niet? Het is Stengs. Met het doelpunt. Hoorde ik Siert geloof ik zeggen. Maar wauw. Ik had verwacht dat we die van gingen blokken. Opeens ligt hij in het netje en komt Feyenoord in de arena op voorsprong. Jeetje, werd hij aangeraakt? Ja, hij werd aangeraakt. Dan wordt het lastig voor Pasveer. Feyenoord op voorsprong door Stengs. 0-1. TT nou weer voor ons. Ja, ik ben niet echt een held in de voorzetten. Kijk, het komt weer niet aan. Ik moet het ook gewoon niet blijven proberen als het niet lukt. Eriksen. Taylor naar Brobbey. Die heeft hier ruimte. Brobbey schiet naast. Oké, dat is geklungel, maar ik doe er niks mee. Nee, Feyenoord alsnog de bal. Stengs hier. Doelpuntenmaker. Moussa. Oké, baas. Dat is goed. Naar Gods. Dit is een countermogelijkheidje. Brobbey hier. Heeft hem nu ontvangen. Bijna 1 op 1, maar nee. De verdediger zit er alsnog tussen. Vrije trap hier, vlak voor rust nog voor Feyenoord. Nemen hem kort. Dan moeten we hier gewoon erop zitten. We missen de eerste tackle, daar is een schot, maar dat is niks. En dan is het rust. 0-1 achter tegen Feyenoord in de klassieker in de arena. Dat is heel pijnlijk. Dit moet echt beter in de tweede helft. Dit kan niet. Oké, daar is Brobbey. Heel veel ruimte hier voor Eriksen dan. Eriksen, mist snelheid. Dat is het nadeel op zijn leeftijd. Kop zit daartussen goed. We verliezen wel meteen de bal. Dan staan we nog aardig onder druk tegen Feyenoord. Die komen er opeens weer door. Wat zijn dit voor schoten? Oh, dit is een goede bal van Feyenoord. We zijn op zich nog redelijk snel erbij, maar ze ronden af. En we staan 0-2 achter. Jeetje, wat een blamage. Hoe kan dit nou? We spelen echt geen goede pot. We zijn niet dreigend genoeg. Feyenoord komt er een paar keer door. En ze staan nu gewoon 0-2 voor. In de arena. Dat is nog gewoon het pijnlijke. We spelen thuis. En we staan gewoon 0-2 achter. Nou, wissels aan mijn kant. Van de Boom komt erop voor Taylor. En Sulemana komt erop voor Gods. Uh-oh, weer ontsnappen ze over de vleugel. Feyenoord. Op zoek naar meer. Oh, paasje komt er langs. Tikje terug. Buitenspel. Balletje naar Traoré. Misschien kunnen we hier dan eindelijk iets creëren. Oh, Sulemana. Ja. Verschil 1 doelpunt. Die bal was met doel voor Brobbey. Ik ga er niet eens om liegen. Maar Sulemana op de juiste plek. Op het juiste moment. Wat ga je hier uitgebreid zitten juichen, vriend? Had gewoon even die bal gepakt. Maar goed, hij zit erin. Bal in het net. Terug in de wedstrijd. Sulemana met de 1-2. Oh. Waarom hebben we daar die bal niet? Wat gebeurt hier allemaal? Oké, daar... Nee, nog steeds niet. Oh, no. Dit kan toch niet? Pasveer. Redding. Oh, we moeten gauw gaan. Daar wou ik niet heen. Ja. Oké, nu dan nog. Nog één... Nee. Oh, my. Feyenoord blijft er doorheen komen. Rugani vermoeid. Schot. Redding van Pasveer. Extra tijd zit erop, maar Feyenoord mag nog een hoekschop nemen. Het is over, het is klaar. We gaan sowieso niet meer kunnen aanvallen. Pasveer heeft nu de bal en dan fluit de scheids af. We gaan onderuit in de klassieker. We verliezen met 1-2. Dit is wel echt heel pijnlijk. Nou, na het verlies tegen Feyenoord staat er een ander team uit Rotterdam op het programma. Sparta. Normaal zou ik ze misschien bijna gaan simuleren, maar ze staan gewoon tweede. Ze staan boven ons. En dat is voor mij het teken om deze ook te gaan spelen. We zijn dus vandaag van de Rotterdamse tegenstanders. Interessant. Nou, het is nu wedstrijddag en ik dacht, ik kijk even naar de tussenstand van de competitie. En we zien gewoon Feyenoord op 1 staan, Sparta op 2. Dus gewoon even nummer 1 en 2 bezet door Rotterdam. Dan hebben we PSV op de 3e plek en AZ op plek 4. En dan vervolgens wij op plek 5. Dus nou, we moeten toch echt wel beter gaan presteren. We moeten gaan klimmen. We moeten gewoon even Sparta daar vervangen en op plek 2 gaan schuiven. Dus dit wordt een interessant wedstrijdje. Een hele belangrijke voor de ranglijst. Als we dan naar de opstelling kijken, naar de fitheid, kan ik de meeste wel laten staan. Toch ga ik een kleine aanpassing maken. Rugani ga ik wisselen voor Kaplan. Kan hier een keertje speeltijd pakken. En ik ga Sulemana een keertje starten in plaats van Godts. Dit is waarmee we het gaan doen. Hopelijk kunnen we nu wel 3 punten pakken. Here we go, nu uit in Rotterdam mogen wij aftrappen tegen Sparta. We zijn begonnen. Alright, we hebben vroeg een optie tot een aanval. We geven hem daar aan Sulemana. Sulemana, schot wordt geblokt. Taylor, die haalt uit. Redding van Olej. We hebben Henderson. Geef anders weer eens een keer zo'n mooi assistje, man. Die hebben het een keer eerder gedaan. Dit is op zich geen slechte bal, maar de keeper zit erbij. Berghuis hier. Houd bal, we tikken hem terug. TT. Ga naar het midden. Daar is Taylor. We zien Hato hier aankomen. Hato, we schieten gewoon. Dat is niet goed genoeg. Nou, TT hier. We zien daar Sulemana aan het centrum. Ik weet niet of hij van het kop is. Lijkt me niet echt. Het is meer een snel manneke. En dan hebben we hier balverlies. Eriksen. Die heeft wel een goede paas in zich. Oh, dat is zeker niet slecht. Maar dat schot is ook niet best. Oh, Brobbey. Kan die je bal bezit houden? Ja, Sulemana. Oh, Berghuis. Taylor. Die haalt nu uit. Weer de doelman. We hebben nog wel steeds bal. Brobbey tikt hem. Oh, hoe kan dit nou? We zouden echt voor moeten staan. Eriksen, Sulemana. Die paas kwam niet aan, maar Hato kan die bal gewoon overnemen. We hebben nou Eriksen. Slingert hem voor. Berghuis kopt. Gaat over en naast. Nou dan, nu Sparta misschien dan toch. Hato moet hier in actie komen. Komt er net niet aan. Nee. Zo, ze zijn balvast even op dit moment. Maar dan is Sutalo onze redder in nood. Misschien dan nu een counter. Sulemana springt hier eroverheen. Ik zie daar een Brobbey staan. We tikken hem dus maar even daarheen. Veel ruimtes daar voor TT. Voorzetje. Kunnen we hier dan bij? Nee. Eriksen, haal uit. Oh, weer de redding. Het zit ook niet mee wat betreft de afronding. Henderson nu weer. Nu dan. Brobbey komt er niet bij. Sulemana. Hai, en dan gaan we rusten met altijd nog 0-0. We hebben wel kansen, maar we krijgen die bal er niet in. Het valt echt tegen. Kom op, pak die bal, jongens. Dit is niet best. Zit hier tussen. Nee, een schot gaat over. Sparta nu met de eerste kans. Laat in de wedstrijd, moet ik zeggen. Ik wil bijna zeggen laat in de tweede helft, maar die is net begonnen. Gaat hier raken links. Ja, wat is het? Over, naast. Oeh, volgens mij raakt het zelfs nog het doel. Nou, dat was net Hens. Daardoor heeft Sparta nou een vrije trap. Liften ze naar de 16. Maar dat kroppen we in eerste instantie weg. Nou, hier veroveren, jongens. Niet de ploeg in balbezit laten houden. Goed. Minder goed uitverdedigd. Nu doortikken. Oké. Eens kijken of we hier iets kunnen. Hato. Oeh, ik wou niet zo ver. Maar we hebben nog bal. Nog een keertje. Tussendoor, dat is Brobbey. Dit is heel goed. En dit is ingeschoten. Eindelijk de goal. Goed meegegeven van Taylor naar Brobbey. En die heeft dan eindelijk de kans voor een fatsoenlijk schot. En dat werkt hij dan ook wel gelijk af. En zo staan we 0-1 voor tegen Sparta Rotterdam. TT mee in de aanval. Oeh, levert daarin. Dat is niet best. Dat is absoluut niet best. Die moet nu zelf terugsprinten. Terwijl Sparta gewoon even kan sprinten naar onze 16. De vleugel is open. Sutalo zit daar goed. Oh, levert in. Pasveer. Oh, wat een belangrijke blok daar van Kaplan. Oi, 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 oi. Slordig balverlies. Sparta hier in de omschakeling. Voorzetje, kopt het weg, ja. Even fatsoenlijk uitverdedigen, boys. Oeh, Sutalo. Wat zit jij daar erg mis? Ai, 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 daar komt Sparta, maar daar is ook Kaplan. Oh, houd de bal. Kunnen we wel counteren hier? Zou het er ook fijn zijn. Sulemana naar Brobbey. Brobbey. TT, nou dat tempo is wel een beetje uit de counter. Maar hier is Berghuis. Nee, oh, verovering. Heel veel ruimte voor Sulemana. Jongens, jongens, aantal kansen hier. Wat we altijd... Oh, ik word een Brobbey. Nou ja, Van de Boom met powershotten maar. Alles of niets. Sulemana. Oh, nee. Oh, no, 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 no. Dit kan toch niet? No, Sparta daar met een uitbraak, maar gelukkig mist. Dan hebben wij 3 wissels. Ik had Traoré, die zet ik erop voor Berghuis. Schots komt erop voor Sulemana. En ik heb Fitz Jim erop gezet voor Taylor. Oeh, dat is niet best van Kaplan. Terwijl die uit het centrum is. Hier ruimtes. Oh, Pasveer, wat ben je belangrijk. Nou, dit zou toch pijnlijk zijn. Als die hier valt, kopt dit weg. Dank je. Oh, niet echt lekker uitverdedigd. En dan hebben ze weer een hoekschop. Spannende slotminuten hier. Kom op, behoud deze voorsprong. Kopbal in de handen van Pasveer en is het einde verhaal. We winnen nipt met een kleine 0-1 overwinning. Jeetje, deze aflevering was bijna een Rotterdamse nachtmerrie geworden als dat erin was gevlogen. Nou, eerst morsen we zwaar, verliezen we tegen Feyenoord. En nou hebben we een moeilijke overwinning tegen Sparta. Het moet nog wel beter dit seizoen. Nou, en terwijl we ons dan gaan klaarmaken voor de start van de Europa League... gaan we hier de aflevering afsluiten. Het is mooi geweest voor vandaag. Als je dit leuk vindt, klik dan op het duimpje omhoog. Deel deze video, dat zou ik allemaal zeer waarderen. Ben je nieuw hier, wil je meer zien? Abonneer dan wat meer. En als je dat doet, klik dan gelijk op het belletje om notificaties aan te zetten. En dan hoef je geen enkele activiteit op dit kanaal te missen. Ik bedank jullie voor het kijken en al jullie support. En ik check jullie graag bij de volgende video weer. Tot dan, laters.